Hallo en welkom in een nieuwe video waarin ik boodschap wil doorgeven van wat dat ook maar is dat nodig is. De laatste tijd voel ik dat er heel veel angst in het collectief zit. En angst is misschien wel het grootste virus dat er ooit heeft en zal bestaan. Als je wat dat van boodschappen naar boven komen. Ik kreeg hier al de karma en de hierofant met trainer. Dus het gaat over het leren van lessen. Het leren de gedachten. De verschillende elementen die ons een mens van onze mens maken. Om die op een goede manier te gaan inzetten en op een positieve manier te gaan gebruiken. En niet worden geleid door al die elementen. Wat is de schaduw dat we op collectief... ik moet mannelijke en vrouwelijke energie apart doen, dus dat gaan we dat doen. Wat is hetgeen dat de vrouwelijke energie doorheen werkt? En dan krijgen we conspiracy... Met waarheden en de waarde van theorie. Met cijfer 6. En ik voel daar ook bij dat zij... de enige schaduw dat zij op dat moment doorheen gaat, is de schaduw van in waar dat ze vertrouwt dat ze tot die eenheid en die inderdaad die ongelooflijke magneet is voor de mannelijke energie. Wat iedereen zegt dat ze is. Omdat ze op dit moment de weg vooruit niet ziet. En dat maakt dan natuurlijk dat ze gaat gaan twijfelen aan alles wat dat er gaande is. De mannelijke energie heeft 9. En het is mooi dat 9 en 6 ook samen weer 96 brengt. Zoals je weet, in mijn boek heb ik ook geschreven wat dat betekent. Dus waarom dat mijn boek 96 vlammen heet... En de verwijzing naar die mannelijke en die vrouwelijke energie. En de mannelijke energie op dit moment leert om meer te vertrouwen op de energie. Op hoe dat energie werkt en op hoe dat dingen mogen stromen. In plaats van alles vanuit hun controle en dus vanuit hun gedachten te gaan doen. En te vertrouwen op het mysterie van het leven, het mysterie van de connectie. Dus eigenlijk op een zekere zin gaan ze allebei weer door hetzelfde, alleen toont het zich, zoals het altijd is, op een andere manier. Dat is ook die polariteit. Wat hebben we meer te... mogen we meer weten over de vrouwelijke energie? Dan krijgen we de wereldkaart ondersteboven. Omdat ze nog niet voldoende vertrouwt in inderdaad die nieuwe wereld. Maar tegelijkertijd krijgen we ook de ace van bekers. Dus een nieuw begin, een nieuw emotioneel begin. Geluk. En we krijgen ook de lovers. Oké. Dus ook al twijfelt ze, er is wel vertrouwen dat die liefde er ook op elk vlak zal komen. Alleen ziet ze nog niet volledig hoe het dan in werkelijkheid allemaal zou gaan verlopen. Hoe dat het dan werkt om fysiek volledig samen te zijn met haar mannelijke energie. En wat zien we bij de mannelijke energie? Dan krijgt hij de 7 van zwaarden omgekeerd, de 2 van zwaarden omgekeerd en de 3 van wands. De 3 wanten. En we zien dat de mannelijke energie echt gefocust is op eenheid brengen in zichzelf. En dus niet meer... Geen tweezat meer heeft ook in zijn gedachten. In die zin dat hij altijd het gevoel had dat hij moest kiezen voor het een of het andere. Maar nu ziet hij eigenlijk de weg vooruit. Dus hij heeft alle zwaarden die ooit in zijn rug gestoken wisten. Waardoor dat hij een diep wantrouwen heeft aan het leven. En dat inderdaad aan die energie en de flow. De natuurlijke flow. En het mysterie van het leven. Begint hij meer en meer ook te begrijpen dat hij daar op een andere manier wel controle over heeft. Maar niet op de manier zoals hij het altijd gedaan heeft. Dus hij is gefocust op
die eenheid in zichzelf en daarmee automatisch dan ook op de eenheid en samenkomen, de union met de vrouwelijke energie. Oké, okay. Dan gaan we met de two-end oracle deck nog extra boodschappen en informatie meegeven. Maar eigenlijk is het al een hele mooie boodschap om te weten waar dat die mannelijke en vrouwelijke energie op dit moment zitten. Maar moeten we nog weten? Ik hoor van dat er een mannelijke energie is die achter de schermen heel veel dingen aan het veranderen is. Maar dat de vrouwelijke energie er niet van op de hoogte is. En daardoor ook, waardoor dat zij ook gaan twijfelen. Maar, en er kaarten die eruit gevlogen zijn. Er is in deze connectie onvoorwaardelijke liefde. Er is een divine union. Er is eeuwige liefde. Er is oneenigheid. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie zijn volledig verbonden en in volledig toegewijd in de connectie. Ook al ziet de 3D er op dit moment nog anders uit. Een andere kaart dat uitkomt was een 22 kaart. Dat is ook voor morgen. Dat doet me denken aan morgen. Waarom? Omdat misschien morgen boodschappen gaan komen, inzichten gaan komen, waarop dat je gaat beseffen dat je ook een stuk zelf vrije wil hebt. Dus dat het belangrijk is om enerzijds je op weg alleen te gaan. En dat kan zijn dat het nu misschien beter is om eventjes de mannelijke energie of de vrouwelijke energie, dan vanaf waar jij bent, los te laten. En die reis alleen te wandelen. Ik ga vragen, waar gaat het nog meer over? Wat krijgen we? Ja, de Noord. De True Noord. Dus waarom moet je eventjes alleen jouw eigen weg wandelen? Omdat je één dan pas gaat volledig voelen wat het betekent om jezelf te zijn. Om je zuivere energie te zijn. En dan ga je ook weten van wat dat er bij jou past. Wat dat jouw levenspad is. Wat dat jouw waarheid is. Wat het de richting is waar je wil gaan uitwandelen. En automatisch, als de persoon waarmee je verbonden bent, jouw echte tweelingvlam is, dan zal hij of zij ook in dat pad dat jij wandelt lopen. Dus zet een intentie en ga op ontdekking. Ga op zoek wat jouw weg is. En dan krijgen we vuurwerk met passie, chemistry, lust, verlangen, kus, happiness, een viering, excitement. Het is vooral ook dat explosion. Wees enthousiast. Wees zo diep in je verlangen, zoals dat kinderen uitkijken naar Sinterklaas of naar Kerstmis of naar de verjaardagen. Hè? Omdat ze weten van, er komt iets, ik weet nog niet helemaal wat, maar er komt iets. Dus ik ben helemaal opgeladen en opgefokt bij je, zo spreken, van hetgeen we dat aan mijn leven gaat komen. En hetgeen dat gaat komen, gaat alleen maar nog zo meer fantastischer zijn dan hetgeen wat ik denk. En het feit dat anderen, misschien jouw tweeling, een masker opzet of nog bepaalde stukken van het ego niet herkent, laat dat niet jou van jouw eigen pad afhouden. Ontgecht, kom er los van, ga naar binnen. Nu is de ideale tijd met de solstice gisteren en morgen of deze de komende nacht de volle maan in Steenbok om naar binnen te gaan. Om voor eens en voor altijd een komaf te maken met de dingen waar jou niet meer behulpzaam zijn en niet meer dienen. Dus om eigenlijk de tijd te nemen om in zelfreflectie te gaan. En dat is ook de grootste reden omdat ik uiteindelijk doorgekregen heb dat er geen live moet gaan zijn. Omdat we dan veel te veel ook weer in onze mind en in ons hoofd gaan zitten. En in het ego gaan zitten. En dat is op dit moment nu niet wat er gevraagd wordt van ons. Nu wordt er gevraagd om naar binnen te gaan. Nu wordt er gevraagd om te kijken, wat heb ik allemaal al geleerd? Hoe zou dat er dan uitzien? Hoe voelt het als ik samen zou zijn met mijn ideale partner? Hoe kan ik al die ideale partners zijn voor mezelf? Wat zijn de dingen dat ik denk over romantiek? Wat is hetgeen dat ik sensueel gezien nodig heb? Tap in jouw vrouwelijke energie. Of je nu man of een vrouw bent, het doet er niet toe. Maar tap in op die divine feminine energie. Daarom ben ik gisteren ook naar de zee geweest. Om te verbinden met die stroom, die flow van de zee, het water, die emoties. En om alles die nog onderbewust zijn, of dat we zo een overgenomen hebben van anderen, om die terug te geven aan de aarde. Want de aarde kan op een hele perfecte en moeiteloze manier al die dingen gaan transformeren en weer teruggeven aan ons mensen in de vorm van onvoorwaardelijke liefde. En wat zien we?
De Phoenix, die spreekt over dood en hergeboorte. Dit portaal waar we nu doorheen gaan, gaat over een totale transformatie, over een volledige vernieuwing. Maar dat vraagt wel van jou dat jij weet van in welke versie wil ik ontwaken. Wat zijn de stukken dat ik nog te veel aan vasthoud? Wat zijn de dingen waar dat ik niet durf diep in te duiken, omdat ik denk dat het mij volledig gaat overweldigen? Waar durf ik gewoon de controle loslaten? En waar durf ik, als je eerder de vrouwelijke energie bent, waar durf je meer die mannelijke energie de controle te geven, zodanig dat hij ook leert om in die energie en in die flow te gaan geloven en dat te volgen? En als je een mannelijke energie bent, waar denk je nog dat je eerst dit en dat moet gaan doen, vooraleer dat je inderdaad die eenheid en die onvoorwaardelijke liefde kan gaan ervaren, die liefde van je leven kan gaan ervaren, samen, tegelijkertijd, in een fysieke union met jouw vrouwelijke energie. En let op, alles wat je ook zegt, gaat ook over de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf. Word daar ook krachtig in, want we krijgen het anker. Dus word ook krachtig in wie dat je bent. Word krachtig, werk en versterk jouw wilskracht. Zodanig dat je zodanig standvastig bent in de visie die je hebt. En dat er geen enkele golf, geen enkele tsunami over je heen kan stromen, waardoor dat je de controle verliest en gaat gaan meegaan. Maar wees die leider. Wees die leider van je leven. Wat is hetgeen dat we nog mogen weten? Oep, ja, daar gaan ze. Oei, het zijn er toch meer dan gedacht. 1, 2, 3. Wat hebben we? De dubbele regenboog met Divine Intervention. Ascensie. Dus dit is de perfecte tijd om lichtcodes te ontvangen. Om te leren wat dat betekent om in dualiteit te leven, maar toch afgestemd te zijn op de dingen boven, dus van het hogere. As above, so below, staat er hier op mijn kaartje. We hebben dan ook, ja, de zon, energie, kracht, vervulling, succes. Er staat ook divine masculine, dus victory, happy, warm. Dus hou die visie voor ogen. En we krijgen ook nog het schip met going places, vacation, adventure, trip, movement, with the wind, swift travel, overseas. Dus ja, er zijn dingen aan het verschuiven. Het is niet omdat je het op dit moment nu niet ziet in de 3D. Of omdat jouw twin mannelijk of vrouwelijk energie, maakt niet uit. Omdat ze niks zeggen dat alles verloren is. Weet en vertrouw. En liever nog, verwacht dat dingen aan het veranderen zijn. En ondertussen hou je bezig met jezelf. Volg je eigen ware noorden. Als je dat volgt, dan kan het niet anders dan dat al de mensen en situaties en kansen op je pad komen. Maar dat is aan jou om ze te zien en om niet jezelf te gaan overtuigen van ja, het is beter dat ik wacht. Of ja, het is beter als ik eerst dit en dat doe en dan dat ga doen. De mind is zo'n grote valkuil voor heel veel mensen. Ik heb het ook geschreven in een post. Ofwel gaan mensen veel te veel keuzes maken en beslissingen maken, omdat ze zodanig veel angst voelen, dat ze het liefst van al gewoon die keuze maken, waardoor dat de angst onmiddellijk weer weg is en dus blijven ze in een comfortzone zitten. Maar dan groeien ze ook niet. En dan gaan ze ook nooit in de persoon kunnen groeien waarvan dat ze moeten worden om uiteindelijk die wensen in vervulling te kunnen laten komen. Omgekeerd, als jij degene bent die zegt van ik moet nog eerst dit voordat ik dat kan doen. En ik ga eerst dit doen en dan dat doen en dan dat doen. Dan zit je vast in vervormde mannelijke energie. Dan ga je vanuit controle dingen gaan doen. Als je maar de ene cursus naar de andere cursus, naar de andere cursus en nog een andere cursus en nog een andere cursus gaan volgen, dan zit je vast in de vervormde vrouwelijke energie. Omdat je maar blijft informatie opnemen. En je kan zeggen, ja oké, groei is een proces. Ja, het is waar, maar je kan ook beslissen van oké, ik ga gewoon nu in mijn geheelde versie stappen. Want in essentie is er niets mis met ons. In essentie is er niks gebroken. We zijn die onvoorwaardelijke liefde. We zijn de bron. Alleen hebben heel veel mensen altijd ons zodanig veel keer verteld dat onze mind, onze gedachten, ons ego is gaan geloven dat we kapot zijn, dat we gebroken zijn en dat we heel veel werk
nodig hebben en heel veel tijd nodig is vooraleer dat we de liefde van ons leven kunnen ontvangen, vooraleer dat we kunnen samen zijn met een tweelingbelang, vooraleer dat we in die droomauto kunnen rijden, vooraleer dat we het huis willen van onze dromen, vooraleer dat we die droomvakantie hebben, vooraleer dat we het exacte bedrag op onze rekening hebben dat we willen hebben. Het zit er allemaal in van hoe dat je denkt. En je zegt elke ochtend tegen jezelf, ga, vandaag gaat een lastige dag zijn. Het is te hopen dat er een rit. Denk dan eens welke intentie dat je in de wereld zet. Ik ga nog een aantal boodschappen van de mannelijke en de vrouwelijke energie in deel 2 van deze video doen. En dat is terug te zien voor de leden die reeds lid zijn van de Tweelingvlam supportgroep. Omdat ik daar dan ook dieper ook stukjes in ga op de dynamiek van tweelingvlammen en wat er nu op dit moment daar speelt. Dus als je dat wenst om op die video of om op die informatie te krijgen, dan nodig ik je uit om lid te worden van de Tweelingvlam supportgroep. En daar ga je dan ook de linkjes naar de andere video's ontvangen. Voilà, dat was het voor deze video. Ik wens je vast een happy solstice, een fijne volle maanviering en tot in de volgende video.